Hebben jullie jezelf verbaasd vandaag? Nee. Nee, niet verbaasd, want we weten dat we dit op de mat kunnen leggen en dat hebben we tegen Feyenoord ook gedaan. Dus nee, we hebben ons niet verbaasd. Nee. Heb jij jezelf verbaasd dan, zo gezegd? Nee, ook niet. Nee, zeker niet. Ja, want jij leeft ook wel een beetje voor deze wedstrijd, lijkt het, hè? Feyenoord gescoord, nu ook weer 2 keer gescoord. Nee, ja, het is niet zo dat ik voor deze wedstrijd leef. Maar het is wel altijd mooi als je tegen zo'n tegenstander 2 doelpunten mag maken, absoluut. Alleen, nee, ik leef hier zeker niet voor, ik leef voor alle wedstrijden. Je weet dat je tegen zo'n team met z'n allen, je weet wat er op je afkomt, je weet wat er verwacht wordt. En dan stap je met z'n allen het veld op en je gaat ervoor. En ja, op een of andere manier lukt het tegen deze clubs wel en tegen mindere clubs vaker wat moeilijker. Ja, kan je daar je vinger op leggen? Nee, ik kan daar niet echt mijn vinger op leggen. Maar het is moeilijk voor ons om te spelen tegen mindere teams dan tegen topteams. En dat heeft alles te maken met omdat zij zich heel ver in ingraven. Ja, en dit Ajax, ga je dat dan ook onder een topteam? Want vandaag bleef er weinig van over. Nou, ik denk wel dat Ajax een topteam is, denk ik wel. Ze staan niet voor niks tweede, toch? Ja, precies, maar jullie hebben wel nu even de titelstrijd beslist. Ik denk wel dat PSV nu een biertje op ons drinkt, ja. En terecht ook. Wat heb jij zelf nog voor ambities? Want wat je zegt, ook de topwedstrijden stijg je ook weer boven jezelf uit. Je bent 80 minuten lang een handenbinder. Wat heb jij nog voor ambities? Ik zou heel graag een keer naar het buitenland gaan. Het avontuur aangaan in het buitenland. Kijken of ik daar ook kan maken. En dat zou een droom voor mij zijn. En daar ben ik keihard van het werken dat er uiteindelijk wel een keer een clubje komt. Maar vooral ben ik nu hier ontzettend gelukkig en doe ik hier gewoon mijn ding en mijn best. En dan zullen we wel zien wat er gaat komen. Ja, dan zijn het wel de goede wedstrijden om in de kijker te spelen. Dit zijn mooie wedstrijden om in de kijker te spelen. Maar je kan het tegen topclubs doen, maar je moet het ook tegen mindere clubs doen. Dus zo simpel is het ook.